Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. What's up guys, welkom terug bij een nieuwe video. En zoals jullie kunnen zien aan de titel gaan we het vandaag hebben over de grote hype op dit moment. En dat is de vloer is lava. Tot nu toe heeft niemand dit nog bij mij geflikt en daar ben ik best wel dankbaar voor. Want ik heb zojuist een artikel gelezen dat iemand in Walibi de vloer is lava ging spelen. In het artikel staat vermeld dat ze midden in de attractie, dat was een waterattractie, dat je in zo'n bootje zit en dat je zo over het water gaat. Dat ze daar de vloer is lava gingen spelen. En je raadt het misschien al, maar hij sprong letterlijk in het water. Ik had mijn twijfels om deze video op te nemen omdat ik er gewoon echt geen voorstander voor ben over de vloer is lava hype. Ik ga het artikel niet voor jullie helemaal voorlezen, maar als jullie nou benieuwd zijn naar het artikel, het link staat hier in de beschrijving. Dit wordt trouwens een best wel korte video omdat dit een meningsvideo is, dus die zijn meestal kort van mij. De vloer is lava is gewoon shit en het is een gedachte die je vroeger had, dat wanneer je bijvoorbeeld op de bank zat, dat de grond was dan lava, maar dat was toen je klein was, dus ik snap niet waarom nu volwassenen het ook doen. Maar goed, vergeet deze video natuurlijk niet te liken, laten we proberen om de 1000 likes te halen. Ik weet dat we dat kunnen halen. Abonneer natuurlijk ook op mijn kanaal. Het is allemaal gratis. En laten we maar gewoon kijken naar de video waarbij de jongen in de Walibi de vloer is lava aan het spelen is. Ik heb de video eerlijk gezegd nog niet gezien. Omdat ik eigenlijk mijn reactie wilde bewaren voor deze video. Oké, jongens, we gaan maar gewoon de video kijken waarbij de jongen uit de attractie springt. En ja, let's go. De vloer is lava, cool. Jongen, het leek wel alsof die jongen gewoon geduwd werd. Maar ja, als iemand tegen mij zegt de vloer is lava, dan zal mijn reactie waarschijnlijk zo zijn. Hey Ken. De vloer is lava, schat. Hallo, je hebt nog 3 seconden. Alsof het me wat boeit. Je bent zo saai. Maar goed, dit was dan alweer voor de korte video van vandaag. Ik moest dit gewoon even kwijt en ik twijfelde gewoon echt om een video over dit te maken, want dit is gewoon echt bullshit. En ik zeg jullie gewoon echt eerlijk, de reden waarom ik deze video toch heb gemaakt is omdat ik gewoon geen video idee had. En ik zag dit overal, dus ik dacht, laat me hier maar een video over maken. Laat me weer mijn mening geven, net zoals bij de fidget spinners. Faggot spinners. Maar goed, dit was dan alweer voor de video. Laten we proberen om de 1000 likes te halen. Ik weet dat we dat kunnen halen. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal. Het is allemaal gratis. Het is de rode knop hier beneden. En dan zie ik jullie hopelijk weer in de volgende video. Bye.